Vooral bij de vrienden van de zaal. En de vrouw zijn de meestal. Een voordeel
met één dominante volwassen man die de leider heeft. Deze cultuur van Haren. Hij levert meer dan een vrouw en een eigen nageslacht. En hij zorgt ervoor met zijn 200 kilo dat hij de schijn geeft aan de onjaarlijkschap. Dus dit is een Voor zo'n fokprogramma is dus een goede samenwerking nodig tussen de dierentuinen. Ieder fokprogramma heeft daarom een coördinator. Hij of zij coördineert de uitwisseling van de dierentuinen. Mama! Ja, en bekomt dat dieren van een van elkaar zijn. Ik denk dat het een mama met een baby wil. Stel nu een vriend van de mensen. Volgens mij heeft Jumbo even haar het zelf al lang naar voren gesteld. Begrijp ik? Ze zit hier al een tijdje gewoon nog niet. En zo te horen waren ze wel leuk bezig. Nou, wij gaan nu het een en ander vertellen over de gorilla's. Mijn naam is Frans. En aan de rechterkant van de meeste albums was Stan. Leek, goedemiddag. En u ziet het, Stan heeft het koffie meegenomen. Daarom komen de gorilla's natuurlijk ook deze kant op. Het koffietje zit vol met lekkere dingen. Ik denk, ja, het is maar een klein koffietje. En dan moeten ze ook met z'n 15e delen. Het probleem echter met gorilla's is, die delen liever niet. Eigenlijk eten ze liefst allemaal zelf zo'n heel koffietje leeg. Maar het is de taak van Stan om het allemaal keurig te delen. Ja. Zeg maar, beginnen dan. Kijk wat er allemaal in zit. Kijk, daar is het. Misschien dat u bananen had verwacht. Daar zit u naast. Het is wel wat gezonder. En veel groenten, een klein beetje fruit. Toch een beetje lekker dat suikertje wat ze dan hier krijgen. Maar er zit prei, wortel, komkommer. Een half uitje, sinaasappel en appeltje. Ja, maar komt gelijk al de volgende die denkt van, nou lekker. Ja, hij begon al met wat anders, misschien heb je deze gezien. Jumbo die at zijn eigen ontlasting op. Het klinkt heel vies, dat is misschien wel, ik heb geen idee. Maar het is wel heel gezond voor gorilla's. Want ze eten een heel vezelachtig dieet. Bijvoorbeeld bast en bladeren van takken. Nou, vezels die zijn heel moeilijk te verteren. Zou je er dan nog een keer op eten, dan verteer je veel meer omdat er vitamine en mineralen vrijkomen die anders nooit op zou nemen. Dus een vorm van recycle eigenlijk. En een hele makkelijke manier van fastfood. In de zo. Maar het is er dan niet goed dan? Kijk je wel. We zien daar behalve gorilla's nog een aantal soorten op het eiland die er gewoon midden tussen zitten. Die zijn heel anders gebouwd. Dat zijn meerkatten. De West meerkatten noemen ze dat. Zo! Hebben we wel. Ga verder, Frans. Als je zo doorgaat, ga ik niks vertellen hoor. Ja, maar dat zijn Lowestmeerkatten. Je ziet dat die heel anders gebouwd zijn. Je ziet dat ook eentje blauwe ballen heeft. Die heeft de aanvaring gehad met Jumbo. Jumbo en een van die Lowestmeerkatten die kunnen het niet vinden met elkaar.
Als u een beetje oplet, dan ziet u dat hij zo constant in de gaten houdt. Een tijdje geleden is hij gebeten door een van die twee, dus... Dat had ik geen lekker meer. Ja, bijna van zacht van de vangeraars, hè? Ja, het jammer is wel zo'n 200 kilo. Ja, ik ben een baanmaker, ja. Heeft de kracht van 8 tot 10 mensen, mannen. Maar ja, die Loesmeek had die is niet echt onder de indruk. Overigens die blauwe ballen heeft hij natuurlijk niet van Jumbo. Dat hoort zo bij die soort. Het schijnt dat de vrouwtjes van die soort er helemaal wild van zijn. Nou ja, je moet toch, wat? Maar hij houdt zijn stand zo in de gaten. Maar zij zijn redelijk slank gebouwd, ook heel flexibel. Kunnen zo'n, laten we zeggen, 50 tot. Ik denk dat hij nou de blauwe bal elke keer aan Jumbo laat zien. Kijk, die heb jij lekker niet. Maar hij heeft de kracht van zo'n, laten we zeggen, 8 tot 10 mensen. Maar die, ja, die anderen die zijn dus eigenlijk niet onder de indruk. Ook omdat ze veel flexibeler zijn. Die kunnen zo'n 50 tot 60 kilometer per uur rennen. Nou, rennen doen we helaas liever niet. Als ze moeten, kunnen ze zo'n 30 kilometer per uur halen. Dat is best wel vrij snel. Ik zei het al, gorilla's delen liever niet. Liefst eten ze alles al allemaal alleen. Nou, dat stond vast al om die kleine wat ik heb. Ik denk dat ik zo goed ben. Mijn vader hebben nog niks gehad. Dat zijn ik zielig. Wat een truc. Dat is haar eigen moeder. Weet je wat het is? Als je moeder niet aanpakt, dan pak je vader het wel af. Dat is ook de reden waarom zo'n beetje uit elkaar zitten. Overigens helemaal rechts, die heeft het allemaal wel gehoord, zo te zien. Het is verhaal helemaal zo. Heb je weer zo'n gekocht? Ik weet niet precies wat dat blik bedoelt. Dat blik had niet aan bedoeld hoor. Dat is Minta. Zo heet ze. En we maken er wel eens een grapje over dat Minta met zichzelf zit te bellen. Dat doet ze natuurlijk niet. Ze heeft haar mobiele telefoons moeten inleveren. Dat zijn de gewoonte van ze. Net zoals bij ons ook de mobiele telefoon. Eigenlijk een gewoonte hoor. We gaan niet meer weg. We gaan niet meer weg van de mobiele telefoon, toch? Ja, dat is het. U heeft hem allemaal meegenomen? Is er heel iets anders? Ze heeft hem allemaal... Zo, dit is mooi! En dit is heel mooi! Mooi! Wat zit je dan? Die worden dan gewoon ontvlooid door die beesten. Ja, dat was even schrikken, hè? Maar volgens mij kunnen wij nu al vertellen dat het echt een tweedeker zijn. Dat zie je echt wel geluk van. Dit waren Buddy en Holly. Het zijn twee Allerzijnse oorgaven. De belegen staat er verderop wanneer stuurt eigen beest komt op. We weten het leukste kunnen zeggen. Het zijn wel tweedekers, maar bij mensen als koor is het gewoon. Ze leven op de Afrikaanse savannes. Maar zo'n kleinere dieren, denk aan slangen, kikkers, muizen en verse insecten. Dus ja, waar ze zien dat ze allemaal langs komen, komt er dus nog eens twee keer. Als u niet op de goede zin hebt, dan kunt u de volgende 8 krijgen. En dan lekker door. Dit is de kikker. Ik ben bijna op een zit, hè? Is het twee, of niet? Ja, ik ben blij dat ik het dat is een zichtbaar ding.
Dat zie je zo doen. Dat is geen echte. Je bent wel een Ik was maar een heel interessant verhaal bezig, of niet? Ja, ik was met mobiele telefoons bezig. Dit is ook aan het bellen trouwens. Hij is nog geen aan het bellen. Of die houdt de hand over het hoofd voor ons achterlaten. Ik denk het ook wel. Meestal doet ze dat wel. Maar heeft u uw mobiele telefoon er al meegenomen? Ja? Wie niet? Wie wilde er vandaag niet bereikbaar zijn? Nee? Je hebt er wel een, toch? Alleen voor je weg. Gewoon kijken, hè? Nee, die is thuis. Kom. Ik heb er ook een. Ze zijn zo klein. Daarom nemen we ze mee. Maar kom, omdat er tantalium in zit. In zo'n mobiele telefoon. Dat tantalium maakt ze zo klein. Zal dat er niet in zitten, dan hebben ze het vandaag van een pak uit. Nou, dan nemen we ze echt niet meer mee. Dus. Ja, we gaan er eigenlijk om, denk je dan. We zitten hier naar gorilla's te kijken. Maar het valt mee. Het probleem met dat tantalium, dat is eigenlijk een heel serieus verhaal natuurlijk, is dat het gedwongen wordt in het leefgebied van de gorilla's in Congo. Ik heb ook een filmpje op laten zien, alleen op één scherm geloof ik. Die andere doet het ook. In dat gebied zijn namelijk zo'n 10.000 man bezig om dat spul uit de grond te halen, dat tantalium. Speciaal voor onze mobieltjes, onder andere. Nou, dan weet je ook wat er van dat leefgebied overblijft. Eigenlijk helemaal niks. Daar leefde dan op een populatie van zo'n 15.000 gorilla's. Dat zijn er nu hooguit nog zo'n 2.500, 3.000. Dus die populatie gaat heel hard achteruit. Maar u hoeft ook uw mobieltje niet in te leveren. Dat doe ik ook niet, want ik spaar ook gewoon. Maar wellicht heeft u nog wel mobieltjes thuis in de la liggen die u niet meer gebruikt. Nou, daar kunnen we wel wat mee, die kunnen we namelijk recyclen. Nou, als u ze heeft en wilt ze kwijt, kunt u zometeen na de voedering achter de voederplek enveloppen meenemen. Antwoord-enveloppen kunt u dus heel gratis opsturen. En door zoveel mogelijk mobieltjes te recyclen, helpen we toch nog een beetje om die populatie voor helaas daar in de Congo in stand te houden. Dan vraagt u zich af waarom zit Linda dan elke keer wel met zichzelf te bellen. Maar dat is eigenlijk een gewoonte van haar geworden. En toen ze jong was, en er was ruzie in de groep, ging ze altijd met twee handen op over in een hoekje zitten. Het heeft een beetje met haar karakter te maken. Zal er nodig niks mee te maken hebben, ik ben niet aanwezig. Maar dan is ze dus overgegaan in de gewoonte. Dus ze mankeert niks, ze heeft geen oorpijn. Ze is kerngezond. Kunnen ze ook wel aan de buik zien. Ja, dat is wat ik doe. Hij is hier aan de tafel. In de boom. Ik denk dat het jammer dat ik eentje te pakken heeft, dat die grens dan gauw is afgelopen. Nee, hoor, ik kan maar niet. Stel jullie hier zaten te wachten en kijken naar de gorilla's, konden jullie stemmen op een onderwerp naar keuze. En zo kom je naar vol. Dat gaat volgens mij inspelen. Ik ga het niet zien wat er is gestemd. Huilen. Huilen gorilla's. 8%. Twee gorilla's huilen niet. Ik denk dat ze niet tot baby's, maar we ruilen ze niet, in ieder geval. Stinkende scheten. Is dat het meest gekozen? Ja, 67%. Waarom? Ik ga nog wat ruiken, ik dacht. Ja, misschien moet je hierboven zijn knapje hebben liggen. Hij is zo grappig. Nee, maar dat doen ze. Ze laten wel aardig wat gas ontsnappen. Maar ruiken doe je niet. Ik weet niet of u het al hebben gehoord. Het werd er namelijk regelmatig aan de overkant. Als je door de dienst van heen loopt en dan gebeurt ze binnen, heb je soms het idee dat ze zelfs op kunnen stijgen zo hard te struiken. Maar je ruikt ze bijna niet. En dat heeft te maken met het jeetwezen. Gebeuren zijn vegetarisch, eten geen vlees. En alleen met plantaardig materiaal zorgt wel voor gas,
maar niet voor de geur. Nou, een uitje ruik je wel eens tussendoor hoor. Het is niet dat het helemaal geurloos is. Maar je valt er niet van fout. Ja, meer kan ik er niet over vertellen. Ah, okay. Is dat mezelf opgezet? De nieuwe leider. Nee, dat is geen verkeerde weg. Oké. Die stinkende scheten, dat komt natuurlijk allemaal uit die dikke buik. Dat je denkt van, wanneer komen er nou weer baby's? Maar er komen geen baby's. Want geen van de dames is zwanger, zelfs Minta niet daar links of rechts achteraan. Maar gorilla's horen dus eigenlijk allemaal een buikomvang te hebben vanwege de grote hoeveelheid voedsel die ze eten. En gezamenlijk eet dit groepje al zo'n 60 tot 70 kilo bij elkaar. Dus hun pakje is echt niet in één. Die vrouw is hoofdpijn. Kijk, die kleine Jawari, dat is een klein eiland. Hij heeft niet. Ook wat wil eten. Nou, willen zou het probleem niet zijn, maar of hij wat te pakken krijgt, is een tweede. Het is wel een beetje een dolle boel hier. Nee, ik kan het alleen uit de mond kijken. Dat gaat niet lukken. Jawari drinkt overigens nog wel melk bij zijn moeder. Hij is, wordt in december wordt hij 2 jaar oud. Oh nee! Echt een gewone komiek, joh. Ja, ja. Die draait rondjes. Stokje. Met z'n poten. Moet je daar wel wat zeggen? Ja, wat moet je misschien je handen? Ja. Maar goed, je waar die drinkt op een leeftijd van 3,5 op melk. Dus krijgt hij nu niks te eten. Of krijgt hij een verschilletje. Dan kan hij wel opeten. Dan gaat hij wel naar zijn moeder, die zit daar. En dan drinkt hij zich daar wel even vol. Bovendien krijgt ze 's ochtends en 's avonds flink wel badgoed. Dan moet hij denken aan wanneer hij dit wel koolsoorten. En daarvan eet hij ook wel wat. Dat is een grote broer. Weet je wat we gaan doen? Het is aardig actief hier. We gaan proberen toch wat actiever te maken. Dat is aardig wat fris. Voelt een beetje af. We gaan kijken of de gorilla's zijn apen kunnen naapen. En we hebben al wat voorbeelden gehad van een borstmoffel. Oké. Okay. Ja, dan is het niet meer leuk, hè, water. Maar we hebben voorbeelden gezien van een borstschoffel. Ik weet niet of iemand weet hoe gaat een borstschoffel. Wordt hij al ergens voorstaan? Weet je wat jij deed? Ja, voor je tien naarten. Ja, inderdaad. Maar je wilt eigenlijk dat de gorilla's een borstschoffel zouden doen. Dat is wel leuk. Dat is even uitproberen. Ja. Ze zeggen toch altijd dat apen na apen. Volgens mij is het tegendeel daar, maar goed. Die moet ver. Nou, dat doen we nog even. Die gaat zo meteen allemaal op de bos slaan. Op mij tekenen. Alleen nu heeft de gorilla's nog helemaal niet gehoord, hè? Nee. Gorilla's houden niet van herrie. Ze maken wel geluiden, maar dat doen ze heel zacht. Dus hij gaat zo meteen allemaal op de bos slaan, maar geen moerwoud kreten. Want zijn kans dat ze er allemaal voor doorgaan. Dat is natuurlijk zonde. En dan gaan we eens even kijken of ze onder de indruk zijn en of ze u gaan naapen. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Nou, raffel hem maar dan. Nada. Ja, al die mensen dat perfecte weten. Ik heb maar even een ander
vlees op de naag, die aap aan gaat. Nou ja. Aan de inzet markeer ik niet hoor. Prima. Maar ja, echt onder de indruk waren de gorilla blijkbaar niet. Misschien was het de techniek. Dat weet ik niet. Ik heb er niet zo goed op voor. Kun je niet voordoen dan? Nee, ik heb het anders voor. Moet je van papa vragen? Ik zou even een aantal bosrotten laten zien. Dorst? Kan dat nou? Eigenlijk is de bosrotten bij gorilla's meer een deel straf. Jonge dieren doen het om elkaar uit te dagen om te spelen. Hoe ga je dan je basis hebben dan? Het begint met een leeftijd van ongeveer een jaar. Dat ze dat langzamerhand gaan leren. Logischerwijs in het begin gaat het zeer onhandig, maar wij sommige gorilla's blijven. Je bijen. Ja, we mogen dat ook wel eens doen om bijvoorbeeld hier de Westenreekaten af te schrikken, want ja, mannen doen het natuurlijk ook tegen elkaar om tegen elkaar te imponeren. In de natuur bijvoorbeeld, wanneer goed bij elkaar tegenkomen, loopt op afstand tegen elkaar te roffelen. Dat doet ook wel in het spel, als hij met zijn kinderen aan het spelen is. Maar gorilla's doen eigenlijk de bosvogel altijd met de holle hand, dus niet met de buis. Je ziet nog een derde soort daar. En dat is wat ze noemen een huzaaraap. Daar hebben we er eentje van. De rest zit allemaal wel in de salade. Nee, dat is een grapje. Ja, dat wordt niet van huzaren. Dat is een huzaren salade. Huzaren zijn genoemd naar die vroegere Russische soldaten die huzaren. Ja, die hadden allemaal een snor. Nou, al die huzaaraapen, mannetjes, vrouwtjes, hebben allemaal een snor. Als het zo door gaat te belanden in de Westenbeek, gaat het nog een keertje in de salade. Ja. Ik heb bijna een bakje in gehaald. Als je prima, als je plan hebt. Als je het wil. Als je het wil. Het plan is bijna dus een bakje heen. Of meer te winnen? Ja, dat zeg ik niet niets. Want als gorilla's door hebben dat het één op is, dan gaan ze vertalen. Eigenlijk net als wij mensen. Alleen moeten wij nog afwassen en dergelijke. Gorilla's niet die de leider is, hè? Volgende keer trek ik dat jasje ook niet meer aan. Dan ga ik gewoon een t-shirtje aan. Was het, hè? Ja. Dan moet ik maar naar vinden. Goed, de laatste vijf stukjes af. En een zwakje leeg. Nou, ik zei al, voordat ze nog tafel gaan, even kijken of het werkelijk nog zo is. Ligt nog één stukje sinaasappel in het water, onze waterradjazi. Die haalt het er even uit. Het heeft mee te maken dat hooggeplaatste vrouwtje zit daar vooraan. Als zij het stukje eruit haalt, dan eist het vrouwtje het op. Nou, dat is een mooie kans. De rest wordt. Wie durft, wie wil dat? Dat wil niet zeggen dat u de gorilla's niet meer kan zien. De route loopt om het eiland heen. Waarschijnlijk zitten ze ergens in het midden van de andere kant van het eiland. Dus komt ze vast wel tegen. Zij blijft nog even hangen. In ieder geval dat u nog wat vragen heeft. Maar verder dank u wel hartelijk voor uw aandacht. En wens u nog veel plezier later. Buitenom draaien, dat is een kleintje. Ik wil ook over op de tekening.